Twee weken geleden kreeg ik een appje van een hele goede bekende. En ja, wat die me opstuurde, een deelnemerslijst van een internationale wedstrijd binnen nu en een maand. Ja, wie daarbij stond. Dit is dus die deelnemerslijst van de Super Prestige in Diegem. Nou, je ziet er namen staan. Sven Nys, Mathieu van der Poel, Klaas van Toornhout, Wout van Aert, Pauwels, Meeuwissen, Van der Haar. Maar als je dan verder kijkt naar beneden, wie zie je dan ineens? Raoul Poortvliet! Hoe kom je daar nou ineens op om daar mee te gaan doen, Raoul? Ja, Mark, je weet, hè, ik ben gek van veldrijden al jarenlang. En ja, de omstandigheden ben ik moeten stoppen met fietsen op de weg. En ik ga dat, ja, ik wil een nieuwe uitdaging. En ja, veldrijden, dat is mijn uitdaging nu geworden. En ik ga ervoor. Ik snap het niet, maar moet jij je daar eigenlijk helemaal niet voor kwalificeren of hoe zit dat dan? Als Belg zijnde mogen de beste 20 van België mogen de standaard aan meedoen. Ze willen de sport gewoon wat internationaler maken. Dus daarom mogen als buitenlander zijnde, mag je gewoon, als je elite bent, en ik heb natuurlijk uiteraard mijn elite licentie nog, dan mag je je inschrijven en dan kan je of met een wildcard of gewoon zo mag je starten. Nou is leuk doen, daaraan meedoen, maar zou je kunnen volgen? Kan je Sven Nys, zou je daar... 3 ronden in de buurt kunnen blijven? Nee, ik denk niet dat realistisch is om dat voor doel te hebben. Mijn doel is gewoon de koers uitrijden en dat is heel moeilijk. Het is rondjes meestal 6-7 minuten. En je hebt een 80% regel, je mag 80% achterliggen, meer niet. Dus dat is niet veel op dat soort mannen. Je kent me, we gaan er vol voor. En ik word er nog niet zomaar afgereden. Ja, en ik ben met hem bezig trainen en het ziet er indrukwekkend uit. Makkelijk naar boven en flitsend naar beneden. Nee. Hoeveel anders is het als op de weg? Door de modder, door het zand, op- en afspringen, draaien, keren. Kijk, ik ben gewend om criteriums te rijden. Dus dat is een voordeel. Die techniek, het op- en afspringen, door het zand, door de modder. Ik denk dat ik daar nog wel wat voor nodig heb om dat vloeiend voor elkaar te krijgen. Welke wedstrijden ga je dit seizoen rijden? Ik start volgende week in de Zilvermeer Cross en Mol. 2 weken later Super Prestige Diegem. Ik hoop op 1 januari de grote prijs Sven Nys in Baal. Ja, dat ligt eraan het weer. Want ik heb 1 fiets en op 1 fiets, een baal is meestal modder, kom je niet voor de dag. Dus als het gaat vriezen bijvoorbeeld en ik heb genoeg van 1 fiets, dan start ik daar zeker. Er komt nog Sint-Niklaas, Lepbeke, Zonnebeke, verschillende mooie koersen nog op het programma. Raoul, nu ben ik er ook bij minimaal 2 wedstrijden dit jaar in ieder geval. Wat mag ik doen? Jij hebt een hele mooie rol. Je mag sowieso bij de start denk ik mijn jas aanpakken, mijn lange broek aanpakken. Ik heb iemand nodig in de materiaalpost. Is het niet met een tweede fiets die ik niet heb, maar wel met een extra wielen mocht ik pech krijgen. En sowieso mijn grootste supporter. En ja, absoluut zeker weten. En we gaan je vol hoop riepen erbij. Juist, sowieso. Als er nou nog sponsors zijn die jou iets willen geven, wat zou dat dan kunnen wezen? Ik heb sowieso eigenlijk nog een tweede fiets nodig. Tweede fiets heb je ook meerdere sets wielen nodig. Ja, en het zou heel erg mooi wezen om van iemand een camper te kunnen gebruiken om naar de cross te gaan. Ik ga met mijn gezinnetje, met mijn 2 kindjes ga ik er naartoe. Dat is het inrijden, is 's ochtends al een uurtje of 10, 11. Start is om 3 uur. In de winter, als het meer regent, koud is, ja, dan kan ik toch niet, ook zelf niet, maar ook niet met de kindjes in de kou gaan zitten. Dus in de auto met z'n allen is ook niks. Dus al die mannen gaan allemaal met een camper. Het zou echt prachtig wezen als ik er van iemand een camper kon gebruiken om naar die wedstrijden te gaan. Dus heb je een camper in de winterstalling staan? Hij kan deze winter heel goed gebruikt worden. Geef het aan in de commentaren hier of op Facebook. En je maakt iemand ontzettend gelukkig. Concurrentie! Kevin Pauwels! Komt Kevin Pauwels gewoon langs. Joehoe. Zag je zijn kont, Raoul? Ja, maar dan ga ik heel de koers achteruit. Nee. Ga aan het eind ervoor.